Een maand geleden is burgemeester Inge van Dijk beëdigd in de gemeente Mook en Middelaar. Een lang gekoesterde droom die nu werkelijkheid is geworden. Ze is geboren en getogen in het zuiden van Limburg, maar woont inmiddels al 20 jaar in Nijmegen. De perfecte combinatie voor de gemeente Mook en Middelaar. Een kleine gemeente, gericht op Nijmegen, maar met een Limburgse mentaliteit. Ik had van tevoren gehoopt dat het een hele fijne, hartelijke en warme gemeente zou zijn. En die hoop is overtroffen. Dat kan ik eigenlijk niet zo goed omschrijven. Ik ben opgegroeid in een heel klein dorpje in Limburg. We zijn vervolgens in Nijmegen gaan studeren. Een man uit Groesbeek tegengekomen, niet meer weggegaan daar. Dus 20 jaar nu in die stad gewoond. En nu terug zijn in een dorp, dat voelt als thuiskomen. En ik weet niet zo goed hoe dat gevoel te beschrijven. Maar het is een soort hartelijkheid, naar elkaar omkijken, er voor elkaar zijn. Dat voelt heel fijn en dat voelt heel goed. Ja, want heeft u al een beetje kennis kunnen maken met de inwoners van de gemeente? Ja, ik heb met, nou ja, natuurlijk nog niet met iedereen. Dat zou in een maand tijd wel echt een prestatie zijn. Maar in de heel veel individuele ontmoetingen, spontane ontmoetingen, als ik op straat loop of eventjes een winkel inschiet. Mensen herkennen je ook meteen. Dat vind ik wel heel erg grappig. Wij waren pannenkoeken eten met ons gezin. En dan zie je al snel mensen op het terras toch een beetje op een stoel zitten van, volgens mij is het er, volgens mij is het er. Dat is wel heel erg grappig. Mijn oudste is één. Die zegt nog niet zo veel, maar de oudste inderdaad naar ons toe kwam en zei, ze vragen of mama de burgemeester is. Ik heb gezegd dat het klopt. Dus dat is heel erg leuk. Dus het zijn ook heel veel spontane ontmoetingen die heel erg leuk zijn. En mensen die dus echt allemaal heel hartelijk zijn. Maar ook bij het Midzomernachtfestival ontzettend veel mensen gesproken. En hoe mooi om te zien dat zo'n festival er is waarbij zoveel mensen die ook maar iets met muziek of toneel of wat dan ook doen, zich verenigen en allemaal dat podium opklimmen. Nou, ik vind dat echt wat petje af knap hoor. Het burgemeesterschap is een droom die uitkomt voor Van Dijk. Ze wil als burgemeester zorgen voor verbinding en gelijke kansen voor iedereen. Nou, als klein meisje was ik al degene die zoiets had van, je moet zorgen dat mensen met elkaar verbonden blijven en dat mensen met elkaar in gesprek blijven en dat iedereen een kans krijgt. Niet voor iedereen is het even makkelijk in het leven. En dat komt bij mij eigenlijk voort uit het gezin waarin ik ben opgegroeid. Ik heb één zus, moet ik echt zus zeggen, anders wordt ze heel boos, want ze is een jaar ouder. Ze heeft een verstandelijke beperking, een zware vorm van epilepsie. En er waren altijd heel veel mensen die dat heel zielig vinden, voor haar en voor ons gezin. En voor haar dachten van, oh, dan zal ze wel niet dit kunnen of dan zal ze wel niet dat kunnen. En zij kan dingen die ik nog steeds niet kan. Hè? Al is het maar het feit dat zij perfect koprol kan maken en ik niet. Ik ben daar niet voor geschikt. En ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat iedereen zijn steentje bij kan dragen op zijn of haar manier. Iedereen kan dingen en daar moet je mensen voor prijzen en mensen in helpen. En op het moment dat jij mensen kunt verbinden en kunt laten zien wat er allemaal mogelijk is, als je maar naar elkaar luistert, oprecht nieuwsgierig bent, bereid bent voor elkaar open te staan en elkaar een handje te helpen, dan kom je zoveel verder. En als klein meisje had ik al door dat de perfecte positie daarvoor als burgemeester bent. Want als je iets bent als burgemeester, vind ik, is het die verbinder. Die persoon die ervoor zorgt dat iedereen met elkaar in gesprek blijft en niet met de rug tegen elkaar komt te staan. Na een studie geschiedenis is Van Dijk gaan werken bij de Radboud Universiteit op de afdeling werving en marketing. Uiteindelijk heeft ze de stap gezet om zelfstandige te worden in de zorg. Maar ik heb wel altijd heel sterk de behoefte gevoeld om inderdaad iets te doen met mijn kennis en kunde en ook mijn levensverhaal met betrekking tot mijn zus, waar ik net ook al over vertelde. Dus toen ben ik in de gehandicaptenzorg als zelfstandige gaan werken. Heb daar gezinnen begeleid, gezinsbegeleiding gegeven. Ik heb daar workshops, trainingen gegeven aan mensen met een verstandelijke handicap of mensen die te horen kregen dat ze chronisch ziek waren. Hoe hou je nou regie over je eigen leven? Weer zo'n vreselijk, moeilijk, ingewikkelde term. Maar waar het gewoon eigenlijk om gaat is, wat wil jij? Wat wil jij in je leven? Wat kun jij? En waar kunnen we je bij helpen? In plaats van dat we het voor je gaan doen. En dat was heel dankbaar werk. Ik vond dat heel erg mooi om te doen. En mijn levensverhaal en hoe ik ben opgegroeid heeft daar gewoon heel erg ook in geholpen. Vervolgens is Van Dijk 8 jaar lang raadslid geweest in Nijmegen en 2 jaar fractievolger. Als je volksvertegenwoordiger bent, zeker in de lokale politiek, dan moet je dat met hart en ziel doen. Je doet dat voor de mensen, je zit daar met een overtuiging. En ik merkte bij mijzelf na 2 periodes dat ik dacht,
ja, ik weet nou dat Jantje dit gaat zeggen en Pietje gaat dit zeggen en nou roept Kareltje dit. En op het moment dat er een soort sleur in komt, en dat merkte ik dus bij mezelf, dan kun je er niet meer met hart en ziel vol voor gaan. Nou, dat is het moment waarop ik heb gezegd, daar moet ik het ook niet meer willen. Dan moet ik plaats maken voor andere mensen, dat heb ik gedaan. In dat bedrijf, toen ik eigenlijk besloot, ik ga niet meer verder. Toen hoorde ik dat ze een griffier zochten in Zevenaar. Dat heb ik 2 jaar gedaan. En daar leer je inderdaad nog veel meer aan wat er aan de achterkant allemaal gebeurt, dan wat je als raadslid allemaal aan de voorkant doet. Dus die combinatie was heel erg mooi en een hele mooie basis ook om vervolgens ook burgemeester te worden. Na 20 jaar in de stad Nijmegen gewoond te hebben, maakt Van Dijk nu de stap naar een klein dorp. We hebben nog geen woning gevonden. Dus wij zijn hard op zoek naar een woning. Dus bij deze ook meteen maar weer een oproep. Mocht u uw woning willen verkopen, denk aan uw burgemeester. We zijn hard op zoek. En of het dan Molenhoek, Mook, Plasmolen of Middelaar wordt, dat maakt ons eigenlijk nog niet zoveel uit. Als we maar een mooi plekje vinden waar we samen met onze meiden een goede stek hebben. Ja, want uw kinderen gaan dan opgroeien in een dorp. Dat is iets anders dan natuurlijk een grote stad. We hebben altijd zelf ook gezegd, als er kinderen zijn, dan zouden we graag toch terug willen naar een dorp. Ik kom dus uit een dorp, heb ik al gezegd, een klein dorpje in Zuid-Limburg. Mijn man uit Groesbeek, eigenlijk Bredeweg. Nou, dat is ook niet zo heel erg groot. Dus we hebben wel altijd gezegd, wij willen eigenlijk wel terug naar een dorp. Dus ja, die kinderen zijn er inmiddels. Ze zijn 1 en 4. Nu ben ik ook nog burgemeester geworden in deze mooie gemeente. Dus ja, het is een hele mooie combinatie die samenkomt. De gemeente is dan wel het noordelijkste puntje van de provincie. Toch voelt het als thuiskomen. Ja, nou, ik heb ook gezegd, als ik ooit ergens burgemeester word, dan wil ik dat in Limburg zijn. Want ik ben opgegroeid, geboren en getogen in Zuid-Limburg inderdaad. De buurt van Heerlen. Limburg is gewoon waar mijn hart ligt. Mensen vragen wel eens, ben je dan Nederlander of Hollander? En dan zeg ik, nou, ik ben sowieso geen Hollander, daar gaat het al niet goed. Ik ben Nederlander, maar eigenlijk ben ik gewoon in de eerste plaats Limburger. Daar ligt mijn hart. Ik overal waar ik nu kom, krijg ik ook heel veel fly. Daar word ik heel blij van. Dan denk ik, ja, dat is dus Limburg. Ik word tonnetje rond op deze manier. Maar het is wel Limburg. Het is die gastvrijheid. Het is die warmte ook weer. Het zijn de verhalen die mensen vertellen. Dat is wel mijn Limburg. Na de vraag wie Van Dijk is als persoon, is het eerste antwoord een echte spelletjesfanaat. Thuis heeft ze een kast vol met spellen en soms gaat het er heel fanatiek aan toe. Ik heb denk ik meer dan 200 bord- en kaartspellen thuis. Dat zegt iets over mij, denk ik. Ik vind het heerlijk om een spelletje te spelen en lekker competitief te zijn. Het gaat natuurlijk wel om winnen, hè? Dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Maar het is ook de gezelligheid die ik daarin heel erg belangrijk vind. Dat samen met vrienden en familie doen en dat zegt denk ik ook wel, dat vind ik belangrijk. Dus het zegt iets over mij, die gezelligheid. Vrienden zeggen ook wel eens, bij jullie thuis staat er ook altijd een extra bord klaar. Als er iemand rond etenstijd binnenvalt, dan eet je per definitie mee. Dus een beetje dat idee. Dus dat zegt iets over mij. Zo ben ik als persoon. Ik vind het dus heel erg belangrijk om op ieders niveau er voor elkaar te kunnen zijn. Ik schakel heel makkelijk tussen een overleg met allerlei burgemeesters en naar een kinderdagverblijf gaan om daar met de juffen en de kinderen het gesprek te voeren. Dat vind ik heel fijn, dat zegt ook iets over mij, namelijk makkelijk kunnen schakelen en me goed kunnen inleven in waar iemand echt mee bezig is. Dat ben ik wel als persoon, denk ik. Voor de burgemeester is het heel belangrijk dat iedereen mee kan doen. Een manier waarop ze dat wil bereiken is door geen ingewikkelde taal te gebruiken en benaderbaar te zijn voor de inwoners. Nou, dat zit hem in dat stukje dat iedereen moet kunnen volgen wat er gebeurt. Ik vind het dus heel erg belangrijk dat iedereen mee kan doen en de mogelijkheid krijgt om mee te kunnen doen. En dat betekent dus niet dat je met allerlei ingewikkelde quotes, moeilijke Latijnse zinnen, dingen moet gaan vertellen. Hou het simpel. Ik betrap mezelf er heel vaak op, toch nog wel, dat je toch een Engelse term erin gooit. Ik denk, ja, dat moet je dus al niet doen. Het zit best wel ingeslepen. Ik zie het nu ook bij mijn dochter van 4, dan denk ik, zo snel gaat dat dus. Maar niet iedereen kan dat volgen, daar moet je gewoon rekening mee houden. En dat is niet zo ingewikkeld. We hebben een hele mooie taal, met hele mooie woorden, waarin je gewoon heel duidelijk en makkelijk met elkaar kunt communiceren. Je moet er alleen soms even over nadenken. En als je makkelijk met elkaar praat en makkelijke woorden gebruikt, is het ook veel toegankelijk voor heel veel mensen. Inmiddels is de eerste raadsvergadering als burgemeester geweest.
Het is natuurlijk haar rol om de vergaderingen te leiden, maar ze wil er ook voor zorgen dat iedereen plezier blijft houden in het werk. Als burgemeester en als voorzittersrol vind ik het echt heel belangrijk dat je ook gewoon lol met elkaar hebt. Het zijn soms best wel pittige dingen die hier besproken worden. Dat doe je voor de gemeenschap. En iedereen die hier in die raad zit, heeft ergens een keer zijn hand opgestoken en gezegd, ik wil daar wel gaan zitten. Dat is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. En dat betekent dat ik vind dat je ook voor iedereen die hier zit enorm veel respect moet hebben. En dat respect naar elkaar blijven uitspreken, elkaar daarover blijven complimenteren, want het is dus niet zomaar dat je hier zit, vind ik heel belangrijk. En daar hoort dus ook een portie zelfreflectie in. En een beetje ook de lol ervan in blijven zien. Nou, ik hoop in elk geval dat ik die verbinder ben die ik ook echt hoop te zijn. En dat vind ik ook gewoon echt een van mijn persoonlijke belangrijke doelen in het leven. Dat we met elkaar in gesprek blijven. En die verbinding, dat zit hem er ook in dat we als gemeente onze eigenheid behouden. Dat zit hem in wie zijn wij? Waar staan wij voor? Wie is Molenhoek? Wat is Mook? Wie zijn de mensen in Middelaar? Wat doet Plasmolen? Dat zijn vier verschillende kernen met een verschillende identiteit. We zitten toch met z'n vieren samen in een gemeente. Dat maakt ons krachtig, dat maakt ons sterk. Prachtige natuur, Jansberg, Mokerhei, het water, de havens. Het heeft zoveel moois te bieden. Laten we dat gevoel blijven uitdragen. Laten we uitgaan van die kracht. En dan kunnen we hele mooie dingen met elkaar voor elkaar krijgen. Als afsluiter even een kort vraagrondje om de nieuwe burgemeester net iets beter te leren kennen. Favoriete hobby? Bordspellen spelen. Een muziekgenre? Oeh, ik wilde eigenlijk zeggen kinderen voor kinderen, maar dat is waar ik nu toe gedwongen word thuis. Nee, ik vind alles wel een beetje leuk. Een favoriete vakantiebestemming? Duitsland. Wandelen of fietsen? Wandelen. Koffie of thee? Absoluut thee. Beste eigenschap? Geduldig. Slechtste eigenschap? Af en toe te snel willen gaan. Een levensmotto? Iedereen telt en iedereen doet mee. Favoriete geluksmomentje van de dag? Op het moment dat ik naar bed ga, lekker lezen. Introvert of extravert? Ik denk uiteindelijk introvert. Eerste bijbaantje? Kassieren. Opleiding? Geschiedenis. Huisdieren? Nee.